Theo Mirani, 3 weken in Almelo. Hoe is het leven? Ja, goed. Goed. Kan wel een stukje beter, zeker qua weer. Maar ja, het bevalt super. En gewoon lekker voetballen en goed mijn best doen. Ja, nieuwe omgeving. Hoe zijn de eerste weken gegaan op het veld? Nou, die jongens die hebben me goed opgevangen. Toch een nieuwe omgeving waarin je komt, waarin je ook je plekje moet vinden. Die jongens hebben dat goed gedaan, goed opgevangen. En ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen. En ook iedereen zo goed mogelijk proberen te leren kennen. Ja, je moet een plekje vinden, zeg je al. Hoe doe je dat? Nou, gewoon proberen zo open mogelijk te zijn met veel mensen. Even een babbeltje maken. Gewoon integreren in de groep. Ja, nu drie oefenpotjes gehad. Wat me opvalt, druk in de coaching. Is dat ook de type speler die jij bent? Ja, dat is zeker de type speler die ik ben. En dat is ook een van mijn punten waarin ik denk dat ik wel sterk ben. Om het zo goed mogelijk proberen neer te zetten voor me. En dan hoef je als verdediger zo min mogelijk te doen. Ja, nu zeggen wedstrijden de voorbereiding, de uitslagen vaak niet zo heel veel. Toch laten we eens even doornemen. 3 potjes gehad nu. Hoe kijk je daarop terug? Nou, de eerste tegen de Almeloze selectie was gewoon niet goed. Daarna denk ik wel goed voor de dag gekomen tegen de Deense tegenstander. Waarin we best wel aardige dingen hebben laten zien. En vandaag weer een stapje hoger tegen Dender. Denk ik ook dat het wel vrij aardig ging. Sommige momenten dat het ook iets minder ging. We beginnen natuurlijk wel heel slecht met een goal tegen. Alleen hebben we af en toe ook wel vloeiende aanvallen laten zien. En dat moet nog meer terugkomen eigenlijk. Ja, maar na de twee laatste wedstrijden achterin ook erg stabiel. Hadden jullie na die wedstrijd tegen Almelo selectie ook iets van? Ja, we moeten nu ook echt even iets recht gaan zetten deze week. Ja, niet eens per se deze week. Dat moet je eigenlijk het hele seizoen. Maar dat is wel een goede wake-up call. Automatisme komt er steeds meer in. Je begint natuurlijk steeds meer ook elkaar te kennen. We hebben een aantal nieuwe jongens. Eigenlijk de hele achterste linie zeg maar, is bijna nieuw. Dus je moet elkaar ook gewoon goed leren kennen. En op elkaar kunnen vertrouwen. En dat is niet binnen 1 week of een paar dagen is dat gebeurd. En dat heeft tijd nodig. En daar zijn we continu daarmee bezig. Vandaag tegen Dender, pittige tegenstander volgens mij ook wel. Ging het goed? Ja, ik vond het een goed niveau. Zeker van, ze zijn natuurlijk gepromoveerd vorig jaar. Je ziet ook wel dat ze kwaliteit hebben. Goede spelopvatting. En ik denk dat we het ook wel redelijk opgepakt hebben. Zeker met z'n allen als ploeg. Eerste helft denk ik dat wij meer kansen gecreëerd hebben dan dat zij gecreëerd hebben. Tweede helft zetten ze iets hoger druk, kwamen er iets moeilijker uit. En dan komen zij iets meer op onze helft. En dan op een gegeven moment na 60 minuten komt een nieuwe ploeg erin. Eerste kwartiertje heb ik nog gezien. Ook niet bijster veel gebeurd. En dan ben ik lekker gaan douchen. Ja, nu wacht de trainingskamp in de Bielerbeck. Wat verwacht je daarvan? Nou, trainingskampen zijn natuurlijk altijd pittig. Zeker qua trainingen, meestal 2 keer op een dag. Misschien zelfs 3 keer. Even kijken hoe daar invulling aan wordt gegeven. En het is gewoon... leuk om met alle gasten gewoon samen te zijn en elkaar nog beter te leren kennen. En daar is zeker ook tijd voor op het trainingskamp. Kortom, ik hoor veel positiviteit. Ja, tuurlijk. Zeker. Frisse nieuwe omgeving. En ik ben sowieso een positief ingesteld persoon. Dus ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. En we gaan het gewoon beleven en zo goed mogelijk ons best doen met z'n allen. Goeie zaak. Succes de komende week. Dankjewel.